Ja, hallo, ik ben Remco Heij van Motordroom. Vandaag gaan we het hebben over een natuurkundige kracht die voor ons wel heel erg van belang is. En dat is de gyroscopische kracht. Die motor wil zich oprichten als die in beweging is. Nou, hij is nu niet in beweging. Hij staat op zijn standaard. Zet ik hem recht en ik laat hem los. Ja, dan wil dat ding gewoon omvallen. Logisch. Nou, hoe zit dat nou als die in beweging is? Nou, dan werkt het anders. Dat komt door het draaien van de wielen. En dan wil die motor zich oprichten. Ik zal aan de hand van dit fietswiel een voorbeeld, een demootje geven. Kijk, hij wil nu ook natuurlijk gewoon omvallen. Maar als hij in beweging is, als die draait, zoals je ziet, dan blijft hij gewoon overeind. Is geen trucje. Je kunt het thuis uitproberen. Gyroscopische kracht. Als je motor rijdt is het natuurlijk heerlijk dat je die kracht voor handen hebt. Want wie houdt die motor overeind? Nou, dat doet hij zelf. Dan kun je ook met losse handen gewoon rijden. Gewoon een normale, gezonde, moderne motor houdt zichzelf overeind. Ga je langzamer. Merk je dat je heel langzaamaan begint hij wel iets te kwispelen. Dan rij je nog langzamer. Nou, dan zie je, dan wil hij eigenlijk, is die kracht weinig aanwezig. En dan gaat hij natuurlijk meer slingeren. Nou, dat is met de fiets ook zo. Fiets je wat harder, slinger je ook minder. Nou, dat bepaalt dus je zit ook op die motor. Lekker ontspannen, handen los. Wel de knieën goed aansluiten, tegen die tank aanzitten. Nou, met losse handen over een obstakel kan dan ook. Je voelt wel wat dat er wat gebeurt, maar hij corrigeert zichzelf door het draaien van die wielen. In die zin hoef je ook niet keihard te remmen voor iets. Losse handen. Tuurlijk, je voelt hem even. Het is ook een dikke autoband. En hoe harder die gaat, hoe makkelijker die zich corrigeert. Dat is natuurlijk een beetje gekkigheid, maar het kan gewoon. De motor is stabiel.
En gelukkig maken we en kunnen we gebruik maken van die natuurkundige wet die er nou eenmaal is. Bedankt weer voor het kijken. Tot ziens.